Als we zeg maar terugkijken naar je songwriting, hè? Je bent nu meer singer-songwriter. Voor de eerste plaat van Directure heb je zeg maar, zelf veel ideeën aangedragen, die zijn uitgewerkt tot songs. Wanneer werd dat minder? Wanneer paste jouw song steeds minder in het direct-idioom, zeg maar? Ik denk bij wel de derde plaat, als Systems Ghost, toch wel echt een ontzettend album geweest waar ik steeds minder de kans Spike, kreeg. Zeg maar. Jan Spike nam het op een gegeven moment meer over. Ja, maar ik kwam ook met goede liedjes. Alleen dan krijg je dus op een gegeven moment van oké, welk beeld wil je aanhouden en wat klopt en wat is het gevoel heel goed. Een goed voorbeeld daar weer van is dat ook bij de laatste, of eigenlijk na Discover, heel veel teksten ook niet meer door mezelf werden aangedragen, maar door mensen buiten. Ik ben mijn lunch vergeten, vandaar de telefoon ging. Maar de dingen werden steeds meer van buitenaf gestuurd en aangeleverd. Dus het werd ook steeds minder persoonlijk, denk ik. Maar had je dat dan niet, wellicht stel ik stomme vragen hoor, maar goed. Had je niet gewoon moeten zeggen van jongens, ik schrijf gewoon die teksten. Ik bedoel, ik moet ze zingen en ja, maar als het wegwezen. Als er drie andere mensen zijn die dat gevoel niet hebben en daar het vertrouwen niet hebben, dan is dat heel moeilijk in je eentje om dat op te boksen. Want Bas schreef ze op een gegeven moment, toch? Bas schreef grotendeels, ja. Ja. Ook Alex Dirksen, die heeft heel veel tekst geschreven. Ja, ik was er fronticaal wel tegen, maar aan de andere kant, als jij het vertrouwen niet kan geven aan de jongens. En misschien hebben ze ook wel gelijk gehad dat mijn teksten niet sterk genoeg waren voor de teksten die er uiteindelijk op kwamen. Weet je, ik ben niet ontevreden met teksten die erop kwamen. Alleen ze zijn natuurlijk niet vanuit mijn eigen persoon geschreven. Dus het wordt altijd net iets plastischer in die zin dan dat je, als je deze plaat nu zou vergelijken die ik niet heb geschreven. Je zegt All Systems Go is wat dat betreft voor jou echt een breuk geweest. Schreef jij in die tijd al liedjes zeg maar, die nu uiteindelijk ook op deze soloplaat terecht zijn gekomen? Nee, ik heb echt voor mezelf ook mentaal zeg maar echt een soort van afsluiter gehad nadat ik echt direct heb verlaten. En toen ben ik ook heel snel naar Zeeland vertrokken om daar te schrijven. Ook om gewoon echt voor mijn gevoel als schone lei. En het zou voor mij niet hebben goed gevoeld als ik liedjes uit die periode inderdaad had meegenomen. Natuurlijk heb ik weekvol demootjes nog liggen thuis. Want als ik daarna terugluister, dan klopt die ook niet van wat ik nu doe. Nee totaal niet. Dat ligt heel erg in de lijn van wat direct, zeg maar. Dat is wel echt een poppy-achtige inslag en de amazing refreintjes. En de plaat die ik nu heb geschreven is toch veel meer een totaalbeeld van 13 liedjes die elkaar aanvullen. Je gaf zelf aan getrouwd 2007, maar je hebt ook een dochter gekregen in 2007. En 2009 een zoon gekregen. Wellicht klopt het niet hoor, maar 2007 heb je de laatste plaat gemaakt met Direct. Daarna heb je nog in 2008 Live and Acoustic en Tommy heb je gedaan. 2009, dus een zoon. Ik had ook zoiets van, volgens mij had dat ook deel van de geboorte van je kinderen. Heeft er ook mee te maken gehad dat je op een gegeven moment dacht van ja, ik moet hiermee stoppen. Nee. En ik bedoel niet, zeg maar, laten we zo zeggen, ik bedoel niet dat je het niet zou kunnen combineren, maar ik bedoel meer het gevoel dat je zoiets hebt van nou, ik moet nu dichter bij mezelf blijven. Of is dat niet waar? Nou, mijn privéleven heeft daar geen invloed op gehad voor wat ik nu doe. Maar je maakt wel een ontwikkeling mee, dat is zeker waar. Ja, dan is het wel op dezelfde lijn. Want het is niet zo van, nu ben ik vader en nu heb ik een verantwoordelijkheidsgevoel. Nee. En dat moet overgaan in een ander soort muziekstijl. Dat is echt totaal. Nee, maar die eerlijkheid bedoel ik meer. Dat je gewoon op een gegeven moment dan iets waar je langer mee loopt. En als je kinderen krijgt, dat je misschien toch op een gegeven moment wat meer wordt geconfronteerd met van, nou ja, wat wil ik nu eigenlijk echt? Wie wil nou, ik zijn? Ik denk dat het een soort dertigersdilemma is die je natuurlijk veel hoort. Mensen die toch veel meer bezig zijn van, wat is de waarde vanuit jezelf? Ja. Dat is iets wat ik wel heel erg ook heel erg mee heb gemaakt in dat ik het moment dat ik die keuze had gemaakt. Het moment dat ik naar Zeeland ben gegaan, heb ik echt een soort zelfconfrontatie gehad. Er was niemand om me heen, alleen mezelf. En dan ga je dingen op een rij zetten. En wat, als je dat rijtje terugkijkt, wat was de conclusie voor jezelf? Nou ja, dat heb je gelijk in, want je moet gewoon bij jezelf blijven. Hoe eerlijk je naar jezelf of vanuit jezelf bent en naar jezelf, hoe eerlijk het ook voor de rest van de wereld is. En ik zag in ieder geval niet meer een soort rol liggen, zeg maar, van wat nu Direct nu is. Met een Marcel en een Vince, dat ik me daar nu zelf terugzie. Ik denk dat het precies hetzelfde is. Ik denk dat zij ook een hele nieuwe geboorte nodig hadden, zeg maar, om zichzelf weer te herontdekken. En van waarom je muziek bent begonnen.